tussen die nou? Ja, dat zijn ze, dat zijn ze. De groepje wat ik nou heb, er vliegen ook wel wat kokmeeuwen tussen hoor. Dus je moet echt de kleinste ervan tussenuit pikken. En met de zwarte ondervleugels. Ja, ja, ja. Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik zelden naar meeuwen omkijk, maar deze keer was ik in de nieuwe Driemanspolder en toen hoorde ik opeens een afwijkend geluid. En ik zag deze kleine meeuwen en ik dacht, ja, nou, dit zijn nou typisch dwergmeeuwen. Die ik niet vaak zie, maar die nu, in deze weken, ja, dat is het refrein, doortrekken. Ze zijn op weg naar hun broedgebieden en af en toe kom je zwermpjes dwergmeeuwen tegen. Vooral aan de kust, bijvoorbeeld op de Zuidpier bij IJmuiden, dat is wel een bekende plek om dwergmeeuwen te zien die doortrekken. Maar deze zag ik dus in de nieuwe Driemanspolder, waar een groepje verbleef. Een groepje van ongeveer 20 dwergmeeuwen die daar rondcirkelden. Af en toe neerdwarrelden. Nou ja, dus voor me. Wel een beetje op grote afstand, maar je kunt toch wel zien dat het dwergmeeuwen zijn. En een andere keer zaten ze weer in een ander deel van die polder. En ik zag ze ook vliegend. En dan moet je letten op die kleine meeuwen met hun zwarte koppen en donkere ondervleugels, haast zwarte ondervleugels. Dwergmeeuwtjes. Heel klein, ze lijken een beetje op een kokmeeuw, maar ja, hun formaat zegt het al, ze zijn een stuk kleiner.